Suriname heeft veel te maken gehad met leiders die het niet met het land menen. Dit zei Robbie Holman, bestuurslid van de politieke partij Doe vandaag, tijdens een Opojari-activiteit van Doe. Holman is van mening dat de huidige economische situatie het leven bijzonder zwaar maakt en dat de meeste ontwikkelingen die het land doormaakt met veel pijn gepaard gaan. We hebben het een Suriname waarin we leiders hebben die zeggen van voor mijn achterban. We hebben een Suriname waarin we hoogtij vieren corruptie en nepotisme. Ons land is eigenlijk vervallen in een situatie waar het niet meer gaat om ons, toch? Maar om ik. En het doet me echt pijn als ik naar die dingen kijk, hoor. Het is verschrikkelijk om te zien als ik kijk naar hoe ik vroeger heb geleefd. En we leefden daar. Ik ken die straat nog, Burenstraat geboren. We leefden in een Bigijari en dat was één grote familie. En we leefden als familie met elkaar. Kriolen, Javanen, Hindustanen, iedereen was één. En we hebben leiders gehad die decennia lang ons hebben verteld. De ene zei, wees gerust, alles komt terecht. De andere zei, Suriname wordt een paradijs. En niet zo lang terug hebben we gehoord, we worden Dubai. Holman zegt dat bijna alles in de politiek nu draait om eigenbelang. Hij vindt dat Suriname centraal gesteld moet worden. De bedoeling is dat er samengewerkt moet worden en dat de bevolking elkaar onderling stimuleert om stabiliteit te bewerkstelligen. Ik weet niet als u zich nog kunt herinneren onze oogvlag. Onze oogvlag had 5 sterren. 5 sterren die aangaven die verschillende bevolkingsgroepen. En zo, ik vertel het zo, hè, met een koordje aan elkaar verbonden te zijn. En de ontwerper toch, van onze nieuwe vlag, die heeft gezegd, die 5 sterren worden 1 ster. 1 samenleving, 1 gemeenschap. En natuurlijk ook, het geel geeft aan wat alle mensen altijd zeggen, de mogelijkheden van ons geliefd land. Dat de toekomst, de mooie toekomst waar we naartoe kunnen gaan. Maar wat zien we gebeuren? In plaats van te praten over die ene ster, blijven we in onze samenleving gewoon krachtig zeggen dat we verscheiden zijn, dat we verschillend zijn, dat we van elkaar gescheiden moeten blijven. Want we praten over Afrikaanse Renaman. Zijn dat die Afrikaanse Renaman? Of Mina Renaman? Holman zegt dat er een grote verandering moet komen binnen de politiek. Partijvoorzitter Steven Alfaizi benadrukt dat er veel werk aan de winkel is en dat er momenteel niet gesproken kan worden over een welvarend land. Zolang individuen nog afhankelijk zijn van de staat en instituten nog zwak staan, is er volgens de voorzitter behoefte aan betere leiders.